Jongens, ik ben weer Dennis, a.k.a. Denniske. En vandaag heb ik voor jullie weer eens wat Call of the Ghost gameplay. En vandaag is het eigenlijk weer een commentaar als van ouds. Want vandaag heb ik dus gewoon een gameplay zoals normaal. En een wat serieus onderwerp bedacht. En over het onderwerp komen we zo meteen wel aan bod. Maar in ieder geval eerst over de gameplay. Het is dus een Emtar X gameplay op Tremor. Het is Domination. En dan met Emtar heb ik Sinister en Grip zitten. Ja, verder is mijn perks, die weet ik zo niet uit mijn hoofd. Maar die krijg je wel te zien als ik dood ga. Want als je dood gaat, komt dat links in de hoek in beeld staan. En ik ga sowieso een paar keer dood in deze match, dus dan kun je dat mooi zien. En verder rest, speel ik met Assault Killstreaks, die staan rechts onder in de hoek, kun je even kijken. En dat is ook echt wel te zien aan deze match, want ik haal ze regelmatig. En daardoor haal ik uiteindelijk ook best wel een mooie score. En qua Killstreaks, wat is het eigenlijk? Het is volgens mij een soort van Attack Heli, Griffin en Hilo Pilot. En ik weet niet of dat ding een Attack Heli heet, maar ik noem het altijd gewoon een Attack Heli, want fuck it, het is een Attack Heli. In ieder geval, ja, over de gameplay ook verder is niet gek veel te vertellen. Trouwens nog wel één ding, het is opgenomen met de share knop, dat is waarschijnlijk wel te zien. En dat komt omdat ik in deze match weer echt op geluid speelde. En dat is in deze map ook heel goed te doen, want je hebt heel veel indoor zeg maar, je bent heel vaak binnen. Heel veel beton en zo, dus je hoort mensen heel goed lopen. Dus als je hier echt op geluid speelt, kun je gewoon heel dikke scores halen. En dat is dus ook wat er met mij gebeurde. En ik ging op een gegeven moment ook al op een campstrike streak. En dan word ik keihard genaaid, in mijn ogen door mijn teammate, maar jullie moeten zelf oordelen, jullie zien het van nergens wel. En dit is een Battle Hind, geen Attack Heli, want ik zou er toevallig naar een beeld komen. Maar ja, voor de rest zei ik, oh ja, dit is opgenomen met die share knop. En als ik met de share knop, als ik met een Elgato opneem, dan kan ik niet tegelijkertijd en met geluid spelen en met geluid opnemen. En dat is gewoon een probleem bij mij, dat kan nou niet, dat komt omdat ik geen headset heb. En ik heb een headset besteld, Astro A40, heb ik al eerder gezegd. Ik hoop dat ik hem vandaag nog binnen krijg, ik denk het niet, ik hoop dan maandag. En in ieder geval, zodra ik hem binnen heb, probeer ik ook zo snel mogelijk een unboxing video te maken. En dan ga ik hem een beetje testen ofzo. En dan maak ik er ook nog een review van, weet ik van wat allemaal. Maar ik kan er eigenlijk echt niet op wachten, dus ik hoop echt dat hij vandaag binnenkomt. Maar het is nou nog net geen 1:30, dus ik denk niet dat hij vandaag binnen gaat komen. Want ik kan hem niet op track and trace zien, en als ik daar niet kan zien, dan is hij volgens mij nog niet eens verzonden. Dus een beetje kloten. Maar in ieder geval verder rest over het onderwerp. Want jullie zitten allemaal op het onderwerp te wachten. En het gaat in ieder geval over streamen. En er is in ieder geval een nieuwe service die PlayStation heeft opgekocht. En die heet Gaikai. En Gaikai is een streaming service. En als jullie aan streamen denken, dan zullen jullie waarschijnlijk gelijk denken aan Twitch.tv of Ustream ofzo. En het is totaal iets anders dan dat. Het is niet dat jij bijvoorbeeld gameplay streamt, maar het is juist dat jij games streamt. En volgens mij is dit... Nee, dit is niet het moment. Ik dacht even dat ik hier dood ging. Dat is dadelijk wel in dit gebouw, dus dat is fucking lelijk. Maar, waar had ik het over? Oh ja, over Gaikai. Nou, in ieder geval, PlayStation heeft de tijd terug Gaikai overgekocht. Dat is dus een streaming service. En die hebben ze vervolgens PlayStation Now genoemd. En die komt als het goed is in de zomer van 2014 komt dat uit. En dat is een streaming service waarbij je dus games streamt. Dus het is eigenlijk in principe hetzelfde als dat jij downloadt. Alleen, jij downloadt dan niks op jouw computer, maar jij streamt het eigenlijk rechtstreeks van een site af. En het is dat je dadelijk PlayStation 3, PlayStation 2, PlayStation 1 en PlayStation Vita games kan streamen naar jouw PlayStation 4, naar smartphones en naar tablets. Dus het is in principe een heel groot concept. Het lijkt iets wat wel toekomst heeft. En dat leek me in eerste instantie ook een vet iets. Alleen ik heb er iets lang over zitten nadenken. En persoonlijk denk ik dat er best wel veel nadelen aan zitten. En daar ga ik het vandaag dus ook over hebben. En zoals ik al zei, dit is een streaming service. En ik dacht persoonlijk dat komt dadelijk gewoon bij PlayStation Plus erbij te zitten. En dat is dus niet het geval. Het is een aparte service. En dat is aan de ene kant wel te begrijpen. Omdat het dus gewoon een enorm grote service is. Er zal daar ook wel... ja, best wel veel waard zijn eigenlijk als je daar gewoon bijna alle games een beetje op jouw PlayStation 4, op je tablets of op jouw smartphone kan streamen. En trouwens, ze hebben gedaan dat je nog geen PlayStation 4 games kan streamen. Ik denk dat dat dadelijk echt in de toekomst wel zou kunnen. Maar dat hebben ze waarschijnlijk niet gedaan nou, omdat je dan geen PlayStation 4 zou kopen bijvoorbeeld. Dan zou je dadelijk gewoon die dingen streamen op, weet ik veel, misschien op je computer. Ik weet niet of dat ook mogelijk is. Maar we moeten sowieso wachten tot de zomer, want dan wordt het echt pas bekend. Dit zijn pas kleine details, want ik vind het nog steeds een beetje een gek idee. Maar in ieder geval, wat voor mij het probleem was... Ah, jezus jongens, ik hoorde de deur. Dus ik dacht van, ah, ze zijn er, weet je wel, mijn headset. En wat denk je, is het mijn zus die wegrijdt met de auto. Dus ik dacht echt van, ah, fuck. Maar in ieder geval, waar ik gebleven was, ik had het over streamen. En streamen, dat brengt altijd problemen met zich mee.
En het heeft natuurlijk ook wel zo zijn voordelen. Een van de voordelen is dat je natuurlijk niks hoeft op te slaan op jouw PlayStation 4 of op jouw tablet of weet ik van wat. Want alles dat stream jij altijd van een website af. En hier is trouwens die dead. Ik zag die enemy weglopen, ik liep achteraan. En toen zag ik die teammate er achteraan lopen en dacht van nou, die teammate schiet helemaal af, weet je wel. En die teammate loopt hem gewoon voorbij. En die enemy draait om, die schiet mij dood en gewoon fucking hard genaaid. Dat vind ik echt. En ik zat op een 29 kill streak. Dus ja, dat is geen gunstreak, maar ik zat volgens mij op een 20 gunstreak of zo. Dus dat was echt wel een campstrike geworden als ik daar niet genaaid werd. Dus dat wil ik even zeggen, want dat was gewoon fucking lelijk. Maar in ieder geval waar ik gebleven was, als jij dus alles streamt, dan wordt het opgeslagen op de cloud server, zeg maar. Dus het is niet op jouw console of op jouw PlayStation of op jouw tablet, telefoon, weet ik veel wat. Maar allemaal op de cloud. Dus dat is een voordeel, want dan hoef je dus geen computers te hebben van weet ik veel, 50 terabyte of zo. En dat is misschien wel overdreven, maar je snapt wat ik bedoel. En dat is een voordeel. Alleen het heeft natuurlijk ook heel veel nadelen, want jij streamt altijd alles. Dus jij zult altijd ten eerste internet moeten hebben. Dus jij zult geen games kunnen spelen terwijl jij geen internet hebt. Dat kan niet, want je moet echt altijd constant streamen. Het tweede is, je moet wel goed internet hebben. En bij mij is het dan wel in het speciaal heel erg slecht, want ons internet is gewoon echt gewoon verschrikkelijk. Maar je moet wel nagaan dat niet iedereen constant maar in super kwaliteit kan streamen. Want je wil geen lag, je wil geen frame drops en je wil op zijn maximale kwaliteit. En dan zul je toch wel een beetje goede internet moeten hebben. En bij ons is het zo, heel misschien zou ik dat kunnen. Alleen, als ik dat allemaal zou doen, dan zou niemand bij ons in huis internet hebben. Dan zou je niet eens op Google kunnen, want dan trekt echt dat streamen echt al ons internet weg. En dat wil je natuurlijk ook niet hebben. En dit is natuurlijk wel een toekomst idee. Het is niet iets wat binnen 2 of 3 jaar uit gaat komen. Dus laten we zeggen over 8 jaar misschien. En dan heeft iedereen natuurlijk alweer een stuk beter internet. Dus dat zou misschien niet het probleem zijn. Maar het is toch wel iets om in gedachten te houden. En dit is leuk hè. Tada. Ik ga volgens mij 4 of 5 keer dood in deze match. Waarvan de eerste keer, ja dat was niet de eerste keer, maar in ieder geval net op die streak. En dat was wel de eerste keer trouwens op die streak en net weer door een hond en allemaal van die kutdingen. Maar in ieder geval, waar ik ook aan zat te denken is, hoe kunnen ze er überhaupt ooit winstgevend maken voor de bedrijven? Want natuurlijk hebben de bedrijven er ook al voordelen aan. Ze hoeven ze geen cd's te maken, hoeven ze geen hoesjes te ontwerpen en al dat soort dingen. Maar je moet nagaan, stel dat die service 60 euro in de maand is. En ik weet helemaal niet dat 60 euro in de maand is. Volgens mij is het in het begin was het iets van 15 euro of zo. Maar laten we zeggen dat het 60 euro in de maand is. En je kan dan voor 60 euro in de maand elke game die jij wil, kun jij die maand spelen. Laten we zeggen dat je dan 10 games in die maand speelt. Hoe kunnen ze dan al die ontwikkelaars eigenlijk betalen van die 60 euro? Want dan zou jij in principe eigenlijk een super deal hebben als je dan in die maand 10 games speelt. Dan zou je eigenlijk, als je ze allemaal gekocht zou hebben en ze zouden 60 euro per stuk zijn, zou je eigenlijk 600 euro games spelen voor 60 euro. En check deze actie. Haha, fucking baas. Maar in ieder geval, ja, dat zat ik aan te denken. En dan kun je zeggen van ja, misschien is het wel meer dan 60 euro. Maar mensen moeten het nog wel kunnen betalen. Het moet nog wel betaalbaar zijn. En ik snap het gewoon niet hoe ze dat willen aanpakken. Want 60 euro is al heel veel geld. Ik denk dat 90% van de mensen dat niet per maand uit wil geven. Want niet iedereen die zal 10 verschillende nieuwe games per maand gaan spelen bijvoorbeeld. Ik zeg maar iets. En ik vind het gewoon iets wat in mijn hoofd bleef spoken. Zeg maar van hoe kunnen ze dat oplossen? En hoe willen ze dat dan winstgevend maken voor de bedrijven? Want die bedrijven die willen natuurlijk altijd nog gewoon winst maken. Dat is waarom ze die games maken. En als jij dadelijk elke game die mogelijk is voor 60 euro in de maand kan spelen, dan kunnen ze nooit al die ontwikkelaars tevreden stellen. Want dan kun je gewoon niet betalen voor die 60 euro. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dit gaat uitpakken. En ik ben benieuwd of dat dit echt de toekomst wordt. Ik had eerst verwacht dus echt downloaden. Maar misschien is het wel streamen. We zullen het wel zien. Het zal in ieder geval nog wel even duren voordat het echt helemaal uitgewerkt is. En dat het echt gewoon de toekomst is, zeg maar. Dat dit echt gaat gebeuren. Want in de zomer volgens mij gaan ze eerst de test of zo. En hoe dat allemaal zal gaan, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, dan zijn er heel weinig games. Maar het is wel de bedoeling dat eigenlijk bijna alle games die dus op die consoles uit zijn gekomen. PlayStation 1, 2, 3 en zo. Dat die dadelijk allemaal te downloaden zijn. Dus die bibliotheek zal enorm groot moeten zijn. En dat wordt nog wat. In ieder geval, de gameplay zit er zo'n beetje weer op eigenlijk. Dus nu zit ik in die helopilot. En ik heb het allemaal een beetje doorgespoeld. Want ik denk, ja, de vliegen, dat is toch niet zo heel interessant. Al die mensen zitten in dat huisje. En dit is nou ook leeg, je moet eens kijken. Nou, ik kan nou volgens mij mijn Griffin in. En ik had 3 deads op dit moment. En nou loopt er een enemy in, die schiet me nou af. Kijk dan toch. Dan ga ik nog eventjes net voor het einde dood. En kijk maar hier.
78-4. Ik was nog even doodgegaan. In ieder geval, hoop je het leuk vond. Als je het leuk vond, laat een like achter. Abonneer. Abonneer. Ja. Abonneer voor meer. En tot de volgende keer. Lekker spraakgebrek, joh. Ja, doei.